ZFM. Van 10 tot 12. Goedemorgen. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes, klassiekers en klassiekertjes. Het is 10 uur en dat betekent dat de komende 2 uur in het teken staan van MTV Radio. MTV Radio, blabla. De 117e uitzending genaamd De Klassieker. Op zondagochtend hoor je op de Moegesterse radiozender altijd al alle lekkerste plaatjes en leukste praatjes. Vandaag gaat het over klassiekertjes. Maar welke is dat eigenlijk? De hel van het noorden? Of toch die wedstrijd in de Kuip? Fijn, we hebben vandaag de beste verhalen over de sport, het leven en natuurlijk de regio. Oostenrijk, Moegestel, Haren, Heukelom en nog ver daarbuiten. Maar we sturen heel subtiel en zonder al te hoge snelheid het bos in met onze Classic Top 3. En dan jullie de vraag. Herken jij de Mozarts en de Beethovens in een van onze eerste platen? Dit is De Klassieker, nummer 117 van MTV Radio, blabla, met de Classic Top 3. Met Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.
zomer begon, toen ik zag wat ze kon met dat hart van mij, bij de hand te meid, al lang weer verleden tijd. Vreugde vergaat als je plotseling ontwaakt en de werkelijkheid altijd weer anders blijft en zij met een ander vrijt. Laat het eind van de zomer. Tijd voor mijn vrijheid genomen. Nou denk ik aan al wat je zei en gaat in de hoop dat je droomt over mij. De zomer voorbij. Lasten te dragen als kleuren vervagen naar goud en bruin. De dijk moe en plat gestruind, ziet er vergeten uit. Maar herinnering kleeft aan de foto's en even ben jij er weer. Net als die eerste keer, zo'n zomer. Laat het eind van de zomer maar komen. Ik heb mijn dromen. Ik heb de tijd voor mijn vrijheid genomen. Nou denk ik aan al wat je zei en gaat in de hoop. Je droomt over mij, de zomer voorbij. Laat het eind van de zomer maar komen. Ik heb mijn droom. Goedemorgen. Goedemorgen, Laurens. Waren de drie J's met de zomer voorbij? Voelt het al zo na één dag 25 graden? Alsof de zomer al zijn goodbye heeft gezegd. Ik dacht, was die zomer maar voorbij. Veel te warm. Gelijk in de echte Nederland. Het is, ja precies. Het is nee, ook, heerlijk man. Doe jij liever... Voor jou maar liever die regen. Nee, toch? Zeker niet. Nee, ik ben heel blij dat de achterdeur weer open kan. Oh ja. Dus dan maakt je huis net even een klein beetje groter. Nou kan dat nog wel, maar als je dat 's middags doet, dan zit het vol met beestjes. Ja, dat klopt. Dan moet je ook alweer rekening mee gaan houden. Maar ja, het is natuurlijk lekker en het is een knipoog. Hè? Alleen vraag ik me wel af, we hebben vandaag de klassieker als aflevering 117. Ja. Wat dit met de Classic Top 3 te maken Het gaat meer om het intro. Er zit een klassieker bij de eerste Gloria Gaynor, nummer 3. Never Can Say Goodbye zat een viool. Heb jij gewoon viooltjes gezocht eigenlijk? Ja. Oh ja. Maar nou twijfel we maken ik... ons met een Jantje van Leij vanaf. Ja, zeker. Maar nou twijfel ik of dat het bij de drie is. Er was toch ook een viool? Dat in het begin... Nee, er was een banjo en, en een accordeon. Moeten we even luisteren nog, toch? Of mandoline. Hij zit er toch wel in? Nee. Wacht even. Oh ja, oh jawel. Er zit een viool in. Ah, gelukkig. Heb ik toch nog een beetje goed gedaan. Nee, we starten dan met een viooltje. Ja, het is niet zo makkelijk om binnen een half uurtje zo'n top 3 bij elkaar te verzinnen.
Maar we hebben toch 2 weken. Oh, dat bedoel ik, ja. Nee, 2 weken, ja. Wat zei ik dan? Een half uur. Oh. Ja. Klassiekers. Nee. Klassieke muziek, de klassieker. Onze aflevering van vandaag heet de klassieker. Waarom? Uitgelegd nou, reeks. Kijk, laten we wel wezen, we zitten al ruim boven de 100 uitzendingen met MTV Radio Blabla. Dus we mogen onszelf wel een klassieker noemen. Jij bent een klassieker op dank zich. Je. Is denk ik MTV zelf al een klassieker. Onlangs zag ik, ik weet niet of je er nog op staat op YouTube, zag ik de eerste uitzending van MTV in 1981. Een integraal erop. Dan zie je Hans van Brunschot als nooit tevoren. Knap, denk ik. Knappe man was dat al. Daar gaat het ook weer over mee. Nee, maar dat... Hij staat natuurlijk achter de camera. Jong. Ja. Nee. Absoluut tevoren. Dat is uiteindelijk uitgegroeid tot de klassieker. We houden toch altijd het lijstje bij. 117 uitzendingen voor ons. Maar dit is qua radio, even denken, 1404, nee, oh shit, ik kijk natuurlijk niet goed. 1423. En we hebben er maar eentje per week, hè? Ja. Dat zijn maximaal 50 weken. Dus dan ga je wel een eind op. Maar goed, vandaag gaat het natuurlijk... Hebben we het nog niet gehad over de tv-uitzendingen. Ho, ho. Hey, maar dan gaat het natuurlijk, wij zijn er natuurlijk op gekomen dat ook omdat vandaag weer een wielerklassieker plaatsvindt. In Frankrijk. Nou ja, weer. Er zijn niet zoveel klassiekers. Nee, maar omdat vorige week en dan in deze vorige periode... Vorige week de Ronde van Vlaanderen. Deze week Parijs-Roubaix. En, dat leent zich natuurlijk voor verhalen. En daar gaan we gebruik van maken. Tuurlijk. Om de verhalen te vertellen die bij dit soort monumenten horen. En het luidt ook het voorjaar in. Je hebt gisteren gevoeld, het is lekker weer. Je krijgt er wat andere energie in je donder. En dat gaat altijd parallel, omdat ze nou eenmaal in het voorjaar plaatsvinden. Daarnaast is er ook nog een voetbalwedstrijdje, dacht ik. Om des keizers baard. De nummer 2. Eigenlijk, hè, als je eerlijk bent. De nummer 2 tegen de middenmotor, toch? Ja, Feyenoord-Ajax. Nummer 2 tegen nummer 6. Nee, maar dat blijft natuurlijk ook een grandioze klassieker. En daarom wij ook. Nou, misschien gaan we ook wel de allerbeste voetbalplaatjes draaien. Maar ja, de allerbeste voetbalplaatjes die zijn uiteindelijk toch gemaakt, toch? Panini. Ja, ik wou dat zeggen. Ja, niet door een artiest, nee. Want er zijn eigenlijk nauwelijks... Alleen de stadionliederen zijn wel legendarisch, maar dan houdt het eigenlijk wel snel op. Willem moet het hebben van zijn loopvermogen. Ja, dat vind ik ook wel een goeie. Welke is dat? De Willem moet het hebben van zijn loopvermogen? Ken je niet? Nee. Daak even, is dat van de Kik of zo? Nee, ik denk van Nederlands Hoop of zo. Oh. Nee, deze is al heel oud. Dus jaren 70 of zo. Maar fijn. Onze klassieker, onze top 3. Dat is onze klassieker Gloria, van de uitzending. Gloria Gaynor. Op 3. Op 2. Met viool. Heel belangrijk. En op nummer 1 staat dan natuurlijk... Ja, Beethoven? Ja, weet ik niet. Oh, is dat? Weet ik zou niet. Zou kunnen. Ja. Maar het is in ieder geval The Verve met Bittersweet Symphony. Slave to money, then you die.
Over klassiek gesproken. Dit intro. Dit is een klassiek introotje, ja. Dan weet meteen iedereen waar het over gaat. Ja, en maar ook klassiek gespeeld als het ware met trompetjes. Dat kan je niet missen. Ja, ook dat. Als je dit hoort, dan weet meteen iedereen. Oh, welk item komt er nou? Ik heb straks nog zo'n jingle. Hey, welk item gaan we nou doen? Natuurlijk de top 40 classic. Oh, je hebt nou, nog zo'n. Oh, zo, hoezo heb je nog zo'n. Ik heb straks nog een jingle. Waarvan jij denkt van, oh ja, dat is echt goed, ja. Oké. Okay. Gewoon, Nou, dat denk ik niet van deze jingle. Ik vind het niet goed. Nee. Het is wel herkenbaar, maar ik vind het echt een foei lelijke jingle. Misschien dat ik nou mensen tegen het CRB schop. Wat is dit dan weer? Ik heb een leuke jingle. Van die, van die schreeuwende synthesizer trompetten. Hè?
Ik hoor het niet. Er zit een schreeuwende synthesizer. Nee, het is wel een klassiekertje, maar geen... Nee, maar ik heb dan dadelijk straks een mooie rondom de Wikipedia. Dan gaan we nog eventjes ook nog even doen. Dat weet jij niet, maar... Maak haast. Want voor je het weet zit Hans de Brouwer hier en hebben we alleen nog maar ook voor... Audacia. Ja. De top 40 classic van 50 jaar geleden doen we nog eventjes. Gaan we even het lijstje lekker af. En zoals wij dat altijd lekker doen. Met de nieuwe binnenkomers. Waar gaan we naartoe, Laurens? Waar gaan we naartoe? Naar welke dag? We gaan naar... dat staat hier. Want ik doe net mijn bril af. 6 april 1974. Hoe lang is dat geleden? Nou, dat is ongeveer 50 jaar geleden, zeg en maar. En een dag. En een dag. 50 dus jaar. Hij is alweer... Hij is alweer oud. Ja, ik het nieuws is alweer oud. Ik stel voor dat dit item doe jij even de host, doe ik de sidekick. Ja? Oh, ik doe de host. Ja, nee, dat is helemaal lukt goed. Lukt dat of niet? Of moet ik jou... Nee, dat lukt wel. Ik moet heel even mijn... Want je hebt nog zoveel te doen. Nee, zoals wij het altijd doen. We gaan even de nieuwe binnenkomers doen. En we beginnen meteen op 38. Daar komt de nieuwe... wat het leuke is... Ik ken al die liedjes niet. Want ik zat nog ruimschoots in de boerenkool in deze tijd. Maar op 38 dus... Woman van Barabbas... Wil jij op de knopjes drukken? Ik geen idee. Ik ben aan het wachten dat het een leuk liedje wordt. Nou. Conradje. Kijk, het mooiste als ik hem een klein beetje verder spoel. Liefst voordat ze zingen. Maar, dat is dan een probleem. Hier wordt natuurlijk niet in gezongen. Nee. Instrumentale muziek. Als je het over klassiekers hebt. Eigenlijk moet je je radio-uitzending volzetten met achtergrondmuziek. Ken je klassieke muziek waarin gezongen wordt? Nee. Ja, eigenlijk niet zo goed. Opera natuurlijk, hè? Ja, opera, maar ik ken dat niet. Opera is de klassieke muziek waarin zang eigenlijk de hoofdrol vormde. Maar uiteindelijk... zijn de grote componisten natuurlijk vooral bekend van hun instrumentale uitvoeringen. Afgelopen week weer meegemaakt met de Passions, de Johannes in... wel eens grappig, hè? Ze hadden de Johannes Passion in de Petruskerk in Oostenrijk. Ik vind dat dan grappig. Niet in de Johanneskerk. Nee. En die andere. Was dit op 38 Woman van Barabbas? Maar we gaan nou nog even... er zijn tapes van hem gevonden, hè? Van wie? Van Marvin? Ja, in de stand. Laten we even luisteren. Dit is Marvin Gaye met Diana Ross, You Are Everything. Sowieso een goede combi. Er komt een bongootje in. Ja, ook ja, toch met alle respect een best onbekend nummer als je Marvin. Het is wel een bekend nummer toch, maar niet de grootste klepper die je van hem hebt gehoord. Geldt dat wel voor 31? Dat weet ik niet. Even luisteren. Dit is Silvio met Marianne Come Back Home. Hey, dat had zomaar een nummer van de Cats kunnen zijn. Maar dat is deze. Wacht even. Ja, komt ie. Nieuw op 31. Nou, ik word niet eens zo slecht. Is je daar wel eens opgevallen dat vroeger werden er heel veel teksten geschreven en er werden dan ook hits, hè, want er gaat het natuurlijk om. Waarschijnlijk worden nou ongeveer dezelfde teksten geschreven, maar het is maar net wat het haalt. Over van ik mis jou en kom terug en heel veel zwijmelend hartzeer eigenlijk. Hè, van vroeger. Terwijl nou zijn de grote hits zijn juist van je liet me in de steek of je zette mij voor lul of weet ik veel. Ja. Als je dan denkt aan die twee uit het oosten van het land, dat koppel dat zingt. Ja. Susanne en Freek. Bedoelde ik die? Susanne en Freek is goed, hè?
Ja, ik vind dat wel goed. Nee, maar dat gaat toch altijd over... Oh ja, we praten niet meer. Dat is allemaal heel slappe hap. En dit is de slappe hap van de jaren 70. Ja. Van... ik kan zelf geen ertjes koken. Kom alsjeblieft terug naar huis. Zou dat een gevolg zijn van emancipatie? Zeker weten. Ja. Nee, dat is een onderzoek waard. En dat wordt misschien ook wel gevoerd. Maar onderzoek naar hoe de songteksten zijn geëvolueerd door de jaren heen. Ik denk dat dat een blauwdruk is van de samenleving. Hier was op... Silvio, Marianne op 31. Ja. En vlak daarboven... Ricky. Ja. Ricky Nelson. Wiki. Hey, dat is raar. Dat is eigenlijk, hij heet natuurlijk Rick Nelson, maar omdat hij Nelson heet, denk je meteen aan Ricky of Willy of Windfall. Er zit ook al een congaatje in. Ik denk dat ze in de aanbieding waren. Hier lijkt wel ook een jingle in te zetten. Hoor je dat op de achtergrond? Zelfs van MTV zou ik bijna zeggen. Hoor je dat? Hier zit zowel een jingle als een goed achtergrondmuziekje in. Maar... Oh. Laat Rick even zingen. Heel even stukje. Er komt iemand binnen. Rick Nelson is het en de Stone A Canyon Band. En die stond dus inderdaad op nummer 30. En dan maken we een hele grote sprong. Want het rechter rijtje laten we links liggen. En dan gaan we naar het linker rijtje. En daar vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer. En die staat gewoon in de top 10. En ja, dat is natuurlijk... dan heb je een knijter waarschijnlijk. Maar we kennen hem allemaal. Of een heel dorp dat gewoon stevast al je plaatjes opkoopt. Dat kan ook. Dat zou ook heel goed kunnen. Ja, dat zou eigenlijk heel goed kunnen. Dit zijn de Cats met Be My Day. Be my light, shine on, let your light shine on. And I will sail on home, shine on, let your light shine on. Ja. Ik wou nog instrumentjes raden. Wou ik zeggen, let op, hier zit geen conga, maar een güero. Weet je wat een güero is? Ja, zo'n raps. Ja, zo'n rasp eigenlijk. Ja. Raps. Nee, dat zat erin, hè. Ik hoorde hem op de achtergrond. Ik hoorde hem, ja. Maar nu hebben we alle nieuwe binnenkomers gehad. En dan is het nog tijd voor onze alarmschijven eigenlijk van 50 jaar geleden. Ja. Gaan we iets uit de top 3 draaien? Nou, ik zal als ware host van dit item de top 3 eventjes wel noemen. We gaan er net onder zitten met ons liedje, maar in de top 3 staan slechts 2 bands. Mud met Dynamite op 3, Mud met Tigerfeet op 1. Ik vind Mud Bud. Op 2 staat Mark Winter met De Helsoldaat, die hebben wij dus ook in een snippet een keer mogen doen. Dat was niet veel, maar hij staat wel op 2. Ja. Dat vind ik toch ook alweer knap. En wij draaien gewoon even om deze top 40 classic af te ronden. De nummer 4 en dat zijn... Dat is niet heel veel warmer dan Mark Winter. Die weet ik niet. Toch? Ik vind het koud. 3 degrees. We sluiten de winter af. En dit zijn de 3 degrees. Ja, dat is inderdaad niet heel warm, zeg maar. Dat is dunnekes. When will I see you again? Nooit. Op nummer 4. Nooit. Nooit. Iemand. When will
ZM. Het verschil zit hem in de plaatjes. Ik heb mijn skoefel en mijn skup weer altijd skurken gehaald. Mijn riek, de griezel en het gras me zien. Ik heb mijn wintertrui weer voor mijn bazeloentje hem gerald. Want het is verjaar en ik heb de zon gezien. Eerst moet ik een kreugemes gaan laaien. Voor een stukje dat ik moet spaaien. En ik zei vast wespinazie onder het glas. Waar even terug nog niet vol stond, schiet nou van alles uit de grond. En ik mij weer voor de eerste keer het gras. Waar vorig jaar nog elper stonnen, zet ik nou mijn flodderbonnen. Voor de houkes stut en heb rijst alweer kloor. De grond zit kei vol met muziek, hij komt hem och met mijn riek. En ik me glijden dat zo blijf het alling jaar. Ik heb mijn skoefel en mijn skup weer uit het skurke gehaald. Mijn riek, de griezel en het gras me zien. Ik heb mijn wintertrui weer voor mijn bazeloentje hem gerald. Want het is verjaar en ik heb de zon gezien. Ik mes de grond flink op zijn mieter. Karbetets rond mijn gieter. En ik buurt weg met mijn bonnen aan de slooi. We eten hel de zomergrij van het zoot wat ik nou zei. En de kniebeurs die blijft in de toffelooi. Ik heb mijn skoefel en mijn skup weer uit het skurke gehaald. Mijn riek, de griezel en het gras me zien. Ik heb mijn wintertrui weer voor mijn bazeloentje hem gerald. Want het is verjaar en ik heb de zon gezien. Het skurke gehaald, mijn riek, de griezel en het gras me zien. Ik heb mijn wintertrui weer voor mijn bazeloentje hem gerald, want het is verjaar en ik heb de zon gezien. Als Laurens zijn bazeloentje tevoorschijn haalt, dan weten dat het verjaar is. En wie kan dat beter introduceren dan Al te laat. Laurens, ja. We hebben afgesproken om geen één artiest dubbel te draaien dit jaar. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk in een. We hebben het wel eens met meer woorden proberen uit te leggen, maar dat is de stelregel. Dat gaat natuurlijk met Al te laat niet lukken. Jawel. Jawel, ik ben principieel. Ik vind. Al te laat? Nee. Maar kom ik wel. Op, man. Nee, zeker niet. Okay. Dit kruid moest ik verschieten, want dat is natuurlijk een geweldig nummer die. Ja, mensen thuis, het weekend zeg maar. Mensen thuis die online luisteren, spoel even terug en neem op. Laurens is principieel. Ja. En dat is een klassieker op zich. Welkom terug bij MTV Radio Blabla. De classic, de klassieke 117e uitzending. Ik had net ook gezegd hoeveel radio-uitzendingen we in totaal hebben gehad. Ergens in de 1400. 1423, meen ik me te herinneren. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen als dat MTV een begrip is, een klassieker in het Gesterse medialandschap aan zich. En dat verdient wat aandacht. Zeker gezien dat we sinds dit jaar in deze mooie nieuwe studio zitten. Tijd voor een open dag, dachten we bij MTV. Of niet, soms Etienne. Ja, maar ik vraag me dus wel echt serieus af. Jij zegt dat we in een nieuwe mooie studio zitten en dan zit hij heel veel te kijken. Hoezo? Nee, dat is gewoon maar mijn gelaatsuitdruk. Oh, ja. Dus ik vind het een zeer mooie studio. Nee, echt. Nou, de onafgewerkte plekjes die zijn nou niet in beeld. Maar het is wel, je hebt wel de kans. Wij hebben de kans om dat nog netjes te maken in een week. Als dat niet lukt, heb je volgende week de kans om te komen kijken waar het nog aan schort.
Ja, en dan zou je als je creatief bent, kun je het zelf op komen lossen. Nee, er zijn inderdaad een aantal dingen. Sinds daar is een deur, die moet nog, daar moet nog iets mee gedaan worden. Theo. Theo. Nee, hij wordt niet geschilderd, hij wordt gewoon licht gemaakt. Maar ja, dat is dus niet handig voor de open dag straks, want die ruimte die daarnaast is, die is officieel niet van MTV, maar die mogen wij dus wel gebruiken. Dat is even voor de duidelijkheid, dat is de oude expositieruimte van de verdieping. Ja, een deel, hè, want het is een deel. Kleiner geworden. Daar hebben wij dus volgende week een VR-room voor de kinderen. VR? Ja, virtual reality. Nou, spannend. Klinkt spannend. Ja, dat klinkt heel spannend. Ik heb het ook nog nooit echt geprobeerd, dus ik ga daar zelf ook even uittesten natuurlijk. En wat is dan het idee? Ja, daar krijg je dus gewoon zo'n bril op en daar zitten een aantal games op en die zit misschien wel eens op tv, daar is dan over balken of zo moeten lopen. Nou, daar zien we dus waarschijnlijk straks jong of ouderen of opa en oma zien we dus met zo'n ding rondlopen. En de kijker die dus in de ruimte zelf zit, die ziet dus de persoon in kwestie zo rondlopen, maar die kan ook op tv meekijken wat degene met de VR-bril ziet, want dan ziet het er helemaal achterlijk uit, denk ik. Ja. Maar ik denk dus dat het wel grappig is, maar eigenlijk niks met tv te maken, maar Nou, als je het over interactief hebt en over media toch, dan wel. En dan creëer je eigenlijk een speeltuin. Ja, alleen als wij als MTV doen zelf eigenlijk nooit iets met VR, dus te hoog gegrepen worden. Nou, maar ik zou het wel handig vinden als met AI op een gegeven moment onze stemmen kunnen kopiëren. Kunnen wij lekker blijven liggen op zoek. Nee, wij gebruiken wel heel af en toe AI met bijvoorbeeld om ondertiteling te maken of iets te vertalen. Dan kunnen we automatisch ondertiteling maken. Ja, en dat werkt toch best goed, denk ik. Ja. MTV gaat ook mee in de tijd. Ja, een beetje efficiëntie. Ja, alleen het is dus wel grappig als dat iemand zegt bijvoorbeeld, dan staat er in de ondertiteling ook Dus dat is wel heel grappig. Dus daar zijn nog kleine dingen die je moet wel controleren. Dan moet je het er nog uitslopen, ja. Oké, open dag dus. Zondag 14 april op de Industrieweg. Heet het Industrieweg? 16. Wel hè? Ja, 16. Bij de MTV Studio kun je de nieuwe studio bekijken en de oude ook nog. Er is dus de speeltuin, de binnenspeeltuin voor de kinderen. Zijn er nog meer plannen? Ja, want het is van, gewoon als gebruikelijk van 10 tot 12 is de radio. Maar dan mogen mensen dus ook al binnenkomen. Alleen dan heb je dus kans als je dus verder loopt. Natuurlijk kun je verder lopen, want niet alles zit op slot. Maar dat er nog niet echt iets te doen is, want dat is pas vanaf 12 uur. Okay, dus van 10 tot 12 kun je meekijken bij de radio. Heb je iets leuks om te vertellen of wil je een keer met de knoppen, dan moet je het ook aanschuiven. Kun je gewoon lekker En dan gaat de rest van de dag ook gewoon door. Dus ook gewoon tot 5. Dus dat is altijd wel leuk als iemand denkt van, nou, ik vind dat wel heel leuk om te presenteren. Oh, heel de dag radio, hoor. Dat is heel dag tot 5. Heel de dag. Nee, maar dat noem ik een hele dag op zondag. Oh ja, gewoon lekker even, als je wil je even een nieuwsbulletin presenteren, dan is dit je kans. Ja, en we hebben microfoons genoeg, dus je kunt hier ook gewoon gezellig met iemand anders gaan zitten, dat je even met z'n tweeën gaat presenteren of zo. Of lekker dus achter de knoppen. Je krijgt waarschijnlijk uitleg over hoe dat we het met de muziek doen, want vroeger was het cd'tje erin of een mp3'tje. Nou, Laurens doet volgens mij alles echt vanaf zijn laptop. Jij gebruikt eigenlijk helemaal geen USB-sticks meer, denk ik. Voor de jingles en zo, hè? Laten we ze allemaal zien. En hij is ook de eerste radio DJ die het ook zonder verstand doet. Ik wou het net zeggen. Ja. Nee, maar dat kun je dus hier doen. Dat is echt heel knap. Zet iedereen even twee microfoons uit? Nee. En we hebben dus ook speciaal voor de open dag, want daar zien sommige mensen waarschijnlijk al op tv. Je ziet het ook wel wiebelen, denk ik, als je dus op tv zit te kijken. Een speciaal geluid. Jij hebt je bed recht opgezet hierachter. Ja, klopt. Ik ben hier meteen net uitgerold. Ja. Nee, maar dat is echt voor het geluid scheelt daar heel veel. Want ik merk nou ook als ik hier zit, nou galm ik niet meer. En in het begin was net weer in de kerk binnenkwam. Ik mis jouw echo wel een beetje hoor, weet je. Ja, dat is als in een goede power ballad metal love song. Dat snap ik. Daarom ik haal hem direct ook gewoon weer weg. Dat is even een voorschot op wat we dadelijk voor jou gaan draaien. Maar wil even zeker weten of we van de open dag alles hebben gehad. Nee, zeker niet. Daarom. Dus in de vergaderruimte, heel veel mensen kennen het wel, het staat een hele grote tafel. Ja. Daar worden dus allerlei krantenknipseltjes, foto's, allerlei dingen van het begin tot aan nu van MTV, die worden daar tentoongesteld. Dus daar komt een mooi tafelzeil te liggen, wat doorzichtig is. En dan kun je dus lezen van bijvoorbeeld MTV Amerika. MTV destijds een brief had gestuurd van jullie mogen onze naam niet gebruiken. Dus dan zijn we een hele periode, ik geloof een jaar of iets langer of zo, was het EMTEVE. Want qua uitspraak maakt daar dus helemaal niks uit. Nee. Maar voor die Amerikanen ziet het er anders uit, dus was het goed. Ja. Nou, toen bleek dus dat wij langer bestonden, dus toen mochten wij de naam houden. Ja. Dat soort dingen liggen er. Maar ook gewoon de eerste uitzending, het breedbeeld, digitaal. Gewoon de geschiedenis van MTV die je dus kunt lezen, die ligt er. Er staan ook, dat kunnen jullie ook al zien, er staan wel 3 tv'tjes. Daar gaat Corné, die gaat daar van diverse jaartallen dus uitzendingen op afspelen. Dat als je bijvoorbeeld de eerste uitzending ziet, die duurt 2,5 uur of zo. En je gaat daarna naar bijvoorbeeld, dan zie je echt wel kwaliteitsverschil qua beeld. Dus dat is wel heel leuk. Ja, vroeger was het veel beter.
Ja, vroeger veel beter. Vroeger moesten we ook, als we dan gingen filmen, ik heb daar gelukkig niet mee gemaakt, met een hele grote accuriem. Want anders kon dus niet meer de camera filmen. Nee, nee, precies. En losse recorder erbij. Ja, dat is allemaal niet meer. We hebben dus, ja, om te laten zien hoe wij doen filmen, gaan we dus in de andere studio, die voor heel veel mensen wel bekend is als de Bingo Studio bijvoorbeeld, die ruimte. Daar gaan we een soort quizje doen. Dus iedereen die binnenkomt, die mag of achter de camera gaan staan, of gewoon presenteren van, nou, ik heb wel leuke vragen, ga maar een quizje presenteren. Of je mag meedoen met de quiz. Het zijn gewoon lekkere, simpele vragen, want het gaat gewoon om het, de gezelligheid, gewoon lekker meedoen. En we hopen dus, als mensen achter de camera staan, dat ze denken, dat is gaaf. Ja. Ik ga bij MPK. Uiteraard. Ja, nee, het mag ook aantrekken. Maar het is dus een leuke dagvullend, middagvullend programma. Ja, met historie. Je ziet wat MTV altijd heeft gedaan, wat ze nou nog doen. Je kunt gewoon lekker komen kijken. Maar je kunt ook actief meedoen en en een keer proeven van het radio of tv. Zijn bijvoorbeeld, heel veel mensen vinden altijd, oh, greenscreen, oeh, dat is gaaf. Ja. Dat is helemaal niet gaaf, maar als je dat nooit hebt gedaan, is dat echt gaaf. Zo heb ik op school vroeger ooit een keer mezelf in Pirates of the Caribbean gezet. Ja. Niemand zag het verschil. Nee. Maar het is heel, heel grappig. Dus wij hebben, ik en Meeke Smetsers, een nieuw iemand van MTV, hebben toen de hele tijd terug samen met Rebecca en een paar anderen zo'n kinderprogramma gehad, De Onderzoekers. Ja. Daar hebben we afgerond en nu zijn we bezig met een nieuwe formule. En dan gaan we dus een soort formule doen van Rara, waar ben ik? Met een greenscreen. Oh ja. Eén iemand gaat voor de greenscreen staan, die ziet dus alleen maar het groene scherm als die omdraait. De ander ziet op tv waar die ziet. En dan moeten ze dus gewoon raden van waar ben ik. Dat kan Disneyland zijn, de Noordpool, weet ik veel. Daar gaan we tijdens de open dag dus ook doen. Ja, maar dan moet je dus gewoon vragen van, ben ik op een drukke plek? Nee, je bent niet op een drukke plek. Ja, dan moet degene die voor de greenscreen staan. Ja, en daar gaan we het ook doen, want daar kunnen we toch het greenscreen principe laten zien. En dat is voor de jeugd ook leuk. Maar stel te zeggen van, ja, als opa en oma die wonen in, weet ik veel waar, Afrika of zo. Dan kunnen ze een groet doen met, zetten we gewoon Disneyland op de achtergrond. Tante. Of desnoods het huis van opa en oma. Hallo opa en oma. Tante in Marokko. Dus okay, ja, we gaan van oude techniek naar de nieuwe. Dat is dan volgende week bij de MTV Studios. Ja. De open dag. 10 uur kun je al binnenlopen. Maar in principe van 12 tot 5 gaan de studio, als het goed is, ook nog officieel openen. Ja, met een burgemeester of een wethoudertje. Kijken wel wie er tijd heeft. En dan doen we het gewoon zelf. Iedereen is welkom. Entree is gratis. En, nou, en er is een hapje en een drankje. Ook heel erg belangrijk. Een drankje, lekker. En nou, gaan wij nog gauw even naar de tatoeage van Etienne, voordat we dan Roem gaan bellen? Het viel meteen op toen je binnenkwam. Ja. Wat staat erop? Wicked Game en dan de audio wave van het intro van het nummer. En maar heb je dan, want jij zegt scannen. Maar kan ik die scannen dan? Het leuke is, ik had hem dus laten zetten. Ik had deze audio wave zelf gegenereerd. Ik denk, dat is leuk. Dat is mijn lievelingsnummer. En toen was hij gezet. En je had eigenlijk zo'n Spotify ding moeten doen. Ik denk, oh, dat was eigenlijk veel gaver. Ja, dat kon je dus gewoon scannen. QR-codetje kan ook. Ja, daar dacht ik te laat. En dus die komt er nou straks. Daar kan er nog onder. Ja, dat kan er nog onder. Oké. Okay. Nou, het is Wicked Game. Je kent het origineel van Chris Isaak. Maar dit is van Him, zei je dat? Van Him, ja. En wat is dat voor band? Het is een Finse love metal band. Alleen ze bestaan niet meer. De zanger die is wel verder gegaan, solo. Maar Him zelf bestaat niet meer. We gaan love metal luisteren op MTV Radio zondag 7 april. Dit is Wicked Game. I will make foolish people do.
NTV Radio. Het verschil zit hem in de plaatjes. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks. When you don't have no freeloaders, I can get their kicks. Well, that's nobody's business, the way that you want to live. I'll just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Was dit een verzoekplaatje op NTV? Een verzoekje uit het publiek. Ja. Kreeg van de week toegestuurd. En, van het, het busje. Morrison busje. Ja. Van. Ja. The man. Oké. Voor wie? Dedicated to? Ons pa. Oké. Ja, nou, pa. Blij, ik hoop dat je luistert. En dan ben ik ook blij dat je luistert. En als hij luistert, dan heeft hij natuurlijk al de open dag gehoord. En dan zijn intro van dit, deze uitzending van 7 april. Maar dan kan hij nou ook luisteren naar de verhalen van Roel Timmers, die op de drempel staat van zijn theatershow vanmiddag in Den Bogaert in Moergestel, genaamd Enkele Reis Mars. Goedemorgen Roel. Goedemorgen. Jij bent denk ik al in voorbereiding. Klopt zeker dat? Zeker weten, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. We zijn druk aan het bouwen voor vanmiddag. Dus ja, er moet altijd een hoop techniek mee en licht, geluid. Ja. Dus ja, dat kost wat tijd. Ja, jij bent al in de Bogaert aan het sjouwen en aan het opzetten. We hebben het vanmiddag met Enkele Reis Mars, zo heet het, over muziektheater. Kun jij iets meer vertellen over wat de mensen kunnen verwachten? Ja, het is een voorstelling met een mooi verhaal over Johnny Wandel. En dat is de hoofdpersoon. En die maakt van alles mee in zijn leven. En het thema Enkele Reis Mars heeft eigenlijk te maken met wie gun jij in jouw leven een ticket Enkele Reis Mars? Dat is natuurlijk niet echt een heel positief cadeautje. Nee, precies. Maar ofwel. Het is wel lekker. Ja, ofwel, ja. Het ruimt wel lekker op. Nee, dat precies. Nee, het is natuurlijk net hoe je het bekijkt. Maar het is in dit geval, is het dan met een cynische ondertoon?
Ja, het is een cynische ondertoon en ook wel bedoeld om het leven lekker te structureren en de mensen waarvan je denkt, nou, die hebben mooi de streek geleverd, die kunnen mooi een enkeltje mars krijgen. Ja, precies. Zo het kaf van het koren scheiden, maar dan op een moderne manier eigenlijk. Ja, ja, zeker. Dat gaat vooral middels liedjes dan, Roel? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het is een verhaal wat we aan elkaar krijgen met gedichten, verhalen en ook veel muziek. En daarom is jouw titel van muziektheater is goed gekozen. Ja, oké, okay, dankjewel. Veel muziek deze middag. Ja, nee, dat is sowieso een mooie kapstok om een verhaal aan op te hangen. Als ik jou moet beschrijven, Roel, ben je singer-songwriter, ben je dichter? Wat komt het dichtst bij, bij jouw karakter als artiest in de buurt? Ja, het is vooral eigenlijk een combinatie van al wat je opdoet. En er zit natuurlijk altijd, de rode draad is taal. Ja. Er zit veel taal in bij singer-songwriters natuurlijk, maar ook bij de gedichten en de verhalen. En ik probeer met die gedichten ook nooit hele zware thema's te raken, maar vooral de boel luchtig te houden. Ja. Want vaak hebben mensen bij poëzie hebben ze vaak een zware lading. Ja. Veel poëzie die ik zelf lees, denk ik ook, nou, daar word ik niet vrolijk van. Mm-hmm. En mijn poëzie is echt bedoeld om een glimlach te genereren. Ja, de zware poëzie, die zou je af en toe wel een enkeltje mars gunnen. Ze kunnen het wel stellen. En, ja, precies. En, maar gewoon, uiteindelijk is jouw stijl gewoon ze dan de nuance opzoeken door het juist wat licht in te steken of zo. En dan dat koppel je nou aan je theater. Het is niet sowieso niet je proefstuk, toch? Je eerste show. Heb je er ook nou meerdere lopen, meerdere muziektheatershows, of is dit nou echt het ding? Nou, vorig jaar en het jaar daarvoor hebben we de theatershow van Tennessee naar Tivoli gedaan. Ja, precies, ja. Die herken ik. Ja, die is inmiddels klaar. En we zijn twee maanden geleden hebben we de première gehad van Enkele Reis Mars. Dus die reis gaan we nu maken met z'n allen. Ja, precies. En dat is hartstikke mooi, hè, want kijk, jij noemt mijn naam, maar Reinoud Brokken die speelt bas, cello en die verzorgt ook het lichtplan. En Robert Pronk is pianist, ja, die maakt de mooiste arrangementen bij de liedjes. En dat co-creëren is zowel echt heel gaaf om het samen te maken. Je doet het op het podium met z'n drieën en dan heb je nog ondersteuning in de techniek. Zeker, en dat is bij jullie wel bekend, want dat is onze enige echte chef schilder. Ja, chefke. En die kunnen daar wel toevertrouwen. Ja, zeker. Die weet ieder stopcontact en een kabeltje te vinden. Zeker in de Bogart, maar overal wel. Dus, en dan zorgt hij dus voor techniek, maar je had het ook over, moeten we wat opbouwen qua video en qua licht? Of komt er dan nog wat bij, visueel gezien? Ja, we hebben eigenlijk alle liedjes voor ondersteund met beelden die het verhaal ondersteunen. En we hebben ook wat special effects ingebouwd die het totale beeld wat we willen schetsen allemaal ondersteunt. Oké. Okay. Wat een totaalbeleving en een heel verhaal van met uiteindelijk het enkeltje mars. En iedereen gaat waarschijnlijk naar huis met de gedachte van wie zou ik dat gunnen, tussen aanhalingstekens. Ja, dus precies wat jij nou zegt is het doel. Ja. En we eindigen ook echt wel met echt een klapper. Ik ga daar verder nog niks over zeggen, maar dat is echt een uitsmijter. Oké. Okay. En wat dat betreft zeker de moeite waard om vanmiddag... Ik wil meteen van alles vragen, van is dat dan muzikaal of hoe moet ik dat dan zien? Maar je cliffhanger is goed. Om te weten te komen wat de show inhoudt en zeker ook hoe de apotheose gaat zijn. Dan is het zaak om op tijd naar de Boga te gaan. Hoe laat is op tijd? Ja, op tijd is... Kijk, we hebben een voorprogramma, dus je start om 2:30. En dan... dus moet je rond tussen... Ja, je kan nu altijd een lekker bakje koffie krijgen. Dus vanaf 2:15 kun je zo binnenkomen lopen. Ja. En eerder is de koffie ook al klaar. En dan heb je tickets Tickets zijn €12,50 per stuk. Ja. En gewoon natuurlijk... En nog aan de deur verkrijgbaar. Zeker. Ja.
dat kan. Nou, op tijd, rond een uur of twee of iets later naar Den Boogaard voor, hoe heet jullie als artiest dan? Is het Tim's Music? Of? Ja, dat denk ik het handigst om te zeggen. Ja, precies. Met Enkele Reis Mars, muziektheater in Moergestelen in Den Boogaard. En we willen wij graag ook afsluiten met iets van jou. Jij bent toch ook stadsdichter, klopt dat? Ja, kijk, ik woon in Oorschot. Ja. En Oorschot is geen stad, dus dan ben ik een dorpdichter. Dat is correct. Wel dorpsdichter dus, dat is ook mooi. Heeft dit daar iets mee te maken, wat wij op de planning hebben staan? Of? Nou, wat jullie op de planning hebben staan is eigenlijk een leuk verhaal dat heeft in de krant gestaan dat er een stier was die eigenlijk de koeien moest gaan dekken, maar dat daar niet zo heel veel zin in had. En aangezien ik steeds zaken pak die op straat liggen, zeg maar, inspiratie ligt op straat, en dit kwam in de media voorbij en de gedichten die ik schrijf zijn vaak geïnspireerd op dingen die je in het leven meemaakt. Ja. En dit was er zo eentje, dus wat jij me zo meteen aan gaat zetten is iets wat in de media is opgeplopt en waar ik dacht, daar kan ik wel eens iets leuks van maken. Dus het markeert helemaal jouw stijl, jouw manier van werken, gewoon inderdaad de kleine verhalen die iedereen onderweg tegenkomt, heel veel mensen aan zich voorbij laten gaan. Die pak jij beet, die hou je vast, dan maak je liedjes van of gedichtjes en dat, zo breng je het naar de mensen toe. Ja, juist. Nou, supermooi Tim, veel succes vanmiddag. Tim zei ik, Tim's Music, ja, dat is domme. Zijn er meer. Roel, maak er een mooie show van. En dit is wederom wel Tim's Music met Woensdag Gehaktdag. Oké, Woensdag Gehaktdag. Trots staat de slager voor een volle vitrine, zijn slager schort rood van het bloed. Puzzel van duizend in worsten gedraaid, die in de wei niets vermoedt. Het is kloten voor Mats, maar goed voor de burgers, die lusten wel pap van zijn ballen. Kloten voor Mats, maar goed voor de burgers, het is kloten, maar het loopt als een malle. Het paradijs waar Mats mag verblijven en elke man gul zich zal smachten. De donkere wolken pakken zich samen als de daad op zich laat wachten. Kloten voor Mats, maar goed voor de burgers, die lusten wel pap van zijn ballen. Het is kloten voor Mats, maar goed voor de burgers, het is kloten, maar het loopt als een malle. Woensdag gehaktdag, de ballen van Mats. De aanbieding zingt in het rond. Een dubbel gevoel bij de aangeprezen waar. Wie neemt nou zijn ballen in de mond? Of je worstlust? Hè? Wat zeg je? Of je worstlust? Nou, dan zal ik u wel matsen. Het is kloten voor Mats, maar goed voor de burgers, die lusten wel pap van zijn ballen. Het is kloten voor Mats, maar goed voor de burgers, het is kloten, maar het loopt als een malle. Het is kloten, maar het loopt als een malle. Het is kloten, maar het loopt als een malle. Another sad night. Cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Dig this. I got in town a month ago. I seen a lot of girls since then. If I could meet them, I could get them. But as yet I haven't met them. That's why I'm in the shape I'm in. Here another Saturday night that I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid.
told me he had a sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had some shit to talk to. I'm in an awful way, yeah. It is another weekend, I ain't got nobody. Man, if I was back home, I'd be swinging two chicks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it's another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful. Everybody sang another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful. One more time, another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. Dit is MTV Radio Blabla. Het is zondag 7 april 2024, net na 11 uur en dit is het nieuws. Agent en twee bezoekers gewond bij beëindigen illegaal feest in Best. De politie heeft vannacht in Best een eind gemaakt aan een illegaal feest in een voormalig sportcomplex. Er waren honderden mensen aanwezig. Twee van hen zijn aangehouden omdat ze geweld gebruikten tegen de politie. De politie kwam af op meerdere meldingen van geluidsoverlast. Volgens een woordvoerder was er een professionele geluidsinstallatie aanwezig. Die is overigens niet aangehouden. Tienduizenden Hongaren de straat op voor potentiële uitdager van Orbán. In Hongarije heeft een potentiële uitdager van premier Orbán opnieuw duizenden mensen de straat op weten te krijgen om te protesteren tegen de huidige regering. Peter Magyar beschuldigt... Magyar, dat zit in Hongarije, in de originele... Maar dat maakt niet uit. Hoe spreek je dat uit? Peter Magyar. Ik laat het daarbij. Beschuldigt de leiders van het land van corruptie en vriendjespolitiek. Goh. De advocaat Magyar, zakenman en diplomaat die tot voor kort de Hongaarse regeringspartij vertegenwoordigde in onder andere de EU, presenteert zich als een radicale vernieuwer en kondigde onlangs aan een eigen partij te gaan oprichten. En tegen de mensenmenigte die zaterdag in de hoofdstad Boedapest op de been was, zei hij stap voor stap, steen voor steen, zullen we het land terugveroveren en een nieuw land opbouwen. Een soeverein, modern en Europees Hongarije. Dat belooft. Hè? Goulash eten binnenkort. Yummy. Lekker. Frances Bean Cobain herdenkt haar vader. Ik heb geleerd dat rouw een doel heeft. Met een gevoelige post op Instagram herdenkt Frances Bean Cobain haar vader Kurt, die 30 jaar geleden uit het leven stapte. Ze zegt, ik wou dat ik hem had kunnen kennen. Ik wou dat ik de cadans van zijn stem kende, dat ik wist hoe hij zijn koffie het liefst had of hoe het voelde om ingestopt te worden nadat hij mij een verhaaltje voorlas. De 31-jarige kunstenares herdenkt met de post haar vader Kurt Cobain. De frontman van de grunge rockband Nirvana stapt op 5 april 1994 uit het leven op slechts 27-jarige leeftijd. Frances Bean omschrijft nog hoe ze zich afvraagt hoe hij ooit kikkervisjes met haar zou gaan vangen of hoe hij naar Camel Light rook. Maar de Amerikaanse trekt ook lessen uit de voorbije 30 jaar, schrijft ze. Mijn ideeën rond verlies zijn blijvend in ontwikkeling. En de grootste les die ik geleerd heb door al mijn hele leven bewust te rouwen, is dat rouw een doel heeft. Leven en dood, pijn en vreugde, yin en yang, moeten samen bestaan om betekenis te hebben. Dat het menselijk bestaan niet permanent is, dwingt ons om
ons meest authentieke leven te leiden. Ik heb geleerd dat er geen grotere motivatie bestaat om bewust lief te hebben dan te weten dat aan alles een eind komt. Gelukkig. Ja? Ja? Nee. Ik ga nog even door. Echt? Ja? Nee, je wilt het eerbetoon weten. Nee, ze vermeldt ook een brief die Cobain aan haar schreef aan zijn dochter. Hè? Ja, ja. Ja, daar hebben we het over. De laatste zin daarin luidt, waar jij of ik ook gaan, ik zal altijd bij jou zijn. En die belofte heeft hij volgens haar nooit gebroken. Oh. Ja. Dus, ja. 5 april 1994 trouwens. Nah. En wat gebeurt er op 7 april 2024? Parijs-Roubaix. Heel goed. Waaieralarm, chicane, stress, kasseienvreet in Paris-Roubaix. En Dylan van Baarle start niet. Het is de 121ste editie vandaag. Vanaf Compiègne naar Roubaix voor mannen. 259,7 kilometer, waarvan ongeveer 20% kasseien. Verdeeld over 29 stroken. En inderdaad vanaf de wapenstilstand, plek Compiègne, Eerste Wereldoorlog, gaan we naar Roubaix, de wielerbaan. Daar finishen we. En we gaan het daar dadelijk uitgebreider over hebben. Nadat we hebben gezegd dat PSV een grote stap richting de titel heeft gezet met een 5-1 overwinning op AZ, dat het 20 graden wordt met een zuidwestenwind, windkracht 4 en wat wolkjes en misschien een spat regen, was dit het nieuws van 11 uur op NTV Radio. Gaat heel snel. Dit was het nieuws. Had je geen liedje klaarstaan? Nee. Dit was het nieuws. It's tearing up my heart when I'm with you. But when we are apart, I feel it too. And no matter what I do, I feel the pain, with or without you. Hey. Baby, I don't understand.
morgen. Kleine shout-out naar mijn eigen cadeautje. Natuurlijk. Ja. Je plaatjes, ja. Dat is heel belangrijk. Want het was niet alleen 30 jaar geleden dat Kurt Cobain zichzelf met een basgitaarsnoer voor de trein gooide. Het was ook jouw verjaardag. Ook al zeggen. 5 april. Mel B, die heeft toch nooit zelfmoord gepleegd. En dan mag ik hopen van niet. En je, over jingles gesproken. Hebben we een jingletje? Gaan we eindelijk doen waar we vandaag hiervoor naar de studio zijn gekomen. Praten. Dat mag wel, tijd worden natuurlijk. Het is weer een mooie dag, hè? Ja, de zon schijnt. Het is een fantastisch mooie dag. En het lijkt wel voorjaar. Ik heb mijn basloentje al omgeruild. Ik heb mijn schoffel en mijn schoepel uit het schuurtje gehaald. Het is voorjaar. En dat kan maar één ding echt inluiden het voorjaar. En dat is de koers. Ja. Dan heb je... België is al... weken in de ban van de koers. En daar een hele podcast, een hele theater zitten vol met mannen die eigenlijk alleen maar over hetzelfde lullen als wij nou de komende 10 minuten. En dan is iedereen een beu. Maar goed, we hebben toch heel even tijd voor de klassieker der klassiekers. En we hebben het beste moment uitgekozen, want we hebben er al een paar gehad. Milaan Sanremo, België gewonnen. Mathieu won de ronde van Vlaanderen. En we kijken nou uit naar
nog een paar meer. Amsterdam Gold Race. Wanneer is die? Volgende week. Oh. Luik Bastenaken, Luik de Week. Daarna en vandaag Paris-Roubaix. Oh. Tenminste, je kunt ook Parijs zeggen, maar Paris klinkt zoveel beter. Het is in Frankrijk. Ja. Hè? Dus we gaan van Paris naar Roubaix. Ik weet het nog goed, Laurens. 10 jaar geleden in Hotel de Vlaanderen. Spreek je met een ervaringsdeskundige? Dat is ook wel lekker. Je hebt zo'n kei thuis liggen, toch? Ja, maar die komt uit Sint-Jansplein, denk ik. Oh, ja. Maar het is wel bijzonder om dan een keer te hebben, een keer zelf te hebben gevoeld wat het doet. Er zijn een paar dingen belangrijk. Ik heb het net in het nieuws gezegd. De koers is 260 kilometer lang. Het gaat over kasseien. En er is best wel wat om te doen. Want, Mathieu van der Poel is in vorm. Geen probleem, groot favoriet. Hè? We gaan zien of het hem lukt om ook de Roubaix te winnen in de wereldkampioen trui. Dus de tweede ooit die dat lukt. Maar los daarvan, vallen. Daar gaat het over. Valpartijen. Bij de Vleet, alle favorieten vallen weg. Wout van Aert doet niet mee. En nou vielen ook de Tour-favorieten afgelopen week in het Baskeland. Op hetzelfde moment kwam het nieuws dat voor het Bos van Valère's een bochtje is ingebouwd in het parcours om de snelheid uit het peloton te halen. Ik heb het gezien, het filmpje. Want, het Bos van Valère, ja, het is natuurlijk Frankrijk, het is geen Nederland. Het glooit nog lichtjes. In het begin van de koers iets meer, daarna iets minder, maar het glooit nog steeds. En als je naar het Bos van Valère rijdt, dat is een kasseistrook van 2 kilometer dwars, kaarsrecht door bij een oude mijn. Hoeveel kilometer voor de finish? 60? Nee, 80 of 100. Dat is best wel ver ook nog. Maar je gaat er met 70 per uur op af. En dan ga je meteen de keitjes op. Daar is precies iets aan gedaan. Ze hebben een bocht erin gelegd. Een chicane. Ja. Waar ze dan waarschijnlijk in die bocht gaan vallen. Het is een heftige chicane. Het is eigenlijk... Nee, ja, het is te vergelijken met dat je over een snelweg rijdt. En dat je dan ineens een bocht krijgt, alias om de kerk hier zo. Ja, ja, ja. Zoiets. Hij gaat ook terug in bocht. Ik heb hem ook gezien. Je kunt hem vinden op internet als je hem even zoekt. Nou, Nee. Ik zal het jou beter vertellen. Oh ja, dat is waar. Want ja. ik heb dus 10 jaar geleden gefietst. En ik reed op het Bos van Valère's af. En ik voelde ook de snelheid toenemen. Je kunt er echt snelheid maken. En dacht, oeh ja, ik krijg het ook wel. Werd ook wel een beetje zenuwachtig. Toen werd ik gered, niet voor het eerst in mijn leven, door de Franse spoorwegen, want net voor het bos ligt een spoor. Ja. En de bomen gingen dicht. Ja. Dus ik stond daar geweldig te wachten op een trein. En die kwam ook. Maar toen heb ik dus even een fotootje gemaakt van de ingang van het Bos van Valère's. Met die chicane erop natuurlijk. Dus als je onze Facebookpagina opzoekt en je ziet de post van de aflevering van vandaag, zie je gewoon letterlijk die bocht liggen waar ze straks omheen. En een foto van de... Ja, een foto gemaakt door de... Dat is historie en foresight, hè? Dat is goed. Dat is een geweldige ding. Maar het gaat natuurlijk bij klassiekers, en zeker bij het wielrennen, gaat het om de sport. Maar het allermeeste gaat het om de verhalen. De romantiek, kun je dat zo zeggen? Ja, misschien wel. Wat is... ik doe gewoon even een kleine quiz voor hem. Wat is de bijnaam van Parijs-Roubaix? Zo. Kijk, maar ben ik de... Ik ben weer een... Ik heb geen... Ja. De hel... Oh ja, de hel van... De hel van het noorden. Ja, de hel. Heel goed, heel goed. De hel van het noorden. En dat is geen bootrace... En ook geen Elfstede, toch? Dat is trouwens ook een bootrace in Groningen. Maar die ook zo heet. Maar de hel van het noorden... weet je hoe Parijs-Roubaix aan die bijnaam is gekomen? Roubaix ligt natuurlijk in het departement Noord. Ja, precies. Wat is daar gebeurd? De Eerste Wereldoorlog. Precies. En de eerste Parijs-Roubaix is in de 19e eeuw gereden. Toen was de Eerste Wereldoorlog nog niet geweest. Die is daar overheen gekomen. En de eerste keer dat het vrede was, of een wapenstilstand officieel, toen dachten de Franse regeringen en iedereen dacht van, ja, we moeten toch weer wat vermaak naar de mensen brengen. Ze zijn meteen gaan koersen. Dus in 1919 wordt al Parijs-Roubaix gereden. En ik weet eigenlijk niet wanneer. Ik weet niet of het toen al... Nou ja, maar in ieder geval 1919 werd gereden. Kan dat niet in het voorjaar zijn geweest. Toch is dat wel zo. Afijn. Toen reden ze dus door hetzelfde landschap als nu. Maar er lag nog bezaaid met lijken. En met ellende. En er stond geen boom recht. Er was overal modder. Het was letterlijk de hel van het noorden. Nog in de scène van
de oorlog daar wat er is gebeurd. Ja. En dat is de hel van het noorden. Later is hij natuurlijk vaak misbruikt, die bijnaam, omdat het ook slecht weer kan zijn. Dat het dan voelt als heel als een hel en als heel hard afzien. Maar daar komt hij vandaan. Zoals het ook zo vaak gaat met klassiekers. Het wordt een klassieker doordat er heel gave dingen gebeuren. Dat er mooie verhalen zijn. Zoals, ik zal nog even twee opnoemen. Koppie. Ken je Koppie? Fausto Koppie? Nee. Oh. Vierwielrenner. Je had een broer. Fausto heeft zelf volgens mij nooit Parijs-Roubaix gewonnen. Maar en zijn broer heeft dan weer eigenlijk verder ook niks gewonnen. Behalve Parijs-Roubaix. En die won die nog op een best wel bijzondere manier. Dat was in 1949. De eerste groep van drie rijders, daar zaten drie anderen in. Die reden vlak voor Roubaix de verkeerde kant in. Die werden de verkeerde kant op gestuurd. Dus dat was officieel niet hun fout. Vervolgens reed Koppie met een andere gast naar de, denk ook de wielerbaan toe. Ik denk dat hij al zo oud is. Die won de sprint. Dus die won. Maar ze hebben uiteindelijk ook iemand van die kopgroep als winnaar uitgeroepen. Dus er zijn in 1949 staan er twee winnaars op de lijst van Parijs-Roubaix. En dat zijn, oh, wacht even wat je hoor. Nee, Henri Pelliger. Nee, die niet. Dat zijn dan André Mahé en Serge Koppie. En verkeerde kant in sturen. Daar wou ik het even over hebben. Ja, precies. Een plaatje eraan. Ik heb nog een paar verhalen. Maar ja. We gaan eerst even naar iemand luisteren die ook de verkeerde kant op is. muziek, dat staat in het verlengde van de ronde natuurlijk, hè? Ja, als je verhalen hebt, dan komt er vanzelf muziek bij. Dit is dan een kleine shout-out naar de vorige week overleden Humphrey Campbell. En dit is Wijs me de weg. Zelf gezocht in boeken en landen ver van hier. Zo is mijn leven. Maar hoe ver je ook zoekt, de waarheid is niemand gegeven. Wijs me de weg.
Humphrey Campbell, eerbetoon aan de onlangs overleden sterartiest, hè? Was het wel. Ik ken hem van, heel erg van Paul de Leeuw. Ja, precies, omdat hij op die cd voorkwam met Malle Molen, toch? Ja, ja. Van Leni. Dus het is ook wel leuk om iets anders... Die ook eventjes moeilijk heeft, denk ik. Wijs me de weg. Ja. En uiteindelijk staat er geen suppost bij het Bos van Valers die zegt rechtdoor, jongens. Nee, die zegt eerst rechts, dan meteen links, dan weer rechts. En dan ga je niet met 70 per uur het bos in, maar met 30 of 40 per uur. En dat scheelt wel een hoop. Kan wel schelen. Kijk, je moet daar als wielrenner ook op anticiperen. Ik heb een pleidooi eigenlijk voor de maatregel. Dat is, ze moeten kaart remmen voor die bocht. Hij is heel moeilijk te nemen, maar ze gaan remmen. En voor het, als ze recht door het bos in gaan, gaat er niemand remmen. Nee. Dus dan maakt het wel degelijk veiliger. En op zich, kijk, valpartijen die horen erbij, maar ze verzieken ook wel een koers, weet je wel. Als uiteindelijk wel. Als dat dan lijkt het wel als je zeg maar zo dat bos in moet rijden en dan is het nou nog droog. Maar als het nat is, gaat er ongetwijfeld iemand vallen. Vandaag jagen ze renners het bos in en van de week hebben ze nog geitjes het bos in gejaagd. Oh. Om het gras tussen de kei uit te eten. Ah, dat is wel snug. Om het te maaien eigenlijk. Maar dat kun je met de gewone maaier niet bij. Dus hebben ze dat eettechnisch. Twee kilometer gras is daar weggegeten. En dan denk je 2 kilometer, dat is niet zo lang, maar ja, het is geen schoolstraat. Nee. Het is echt vreselijk. Je hebt ooit is. Als je moet poepen, zeg maar, dan. Ooit is Johan Museeuw ook gevallen in het bos. Brak hij zijn knieschijf of zo. Echt behoorlijke blessure. En ja, daarna, of 2 jaar daarna, dat durf ik niet zeggen, maar in ieder geval daarna, logischerwijs, won hij op de wielerbaan en toen komt hij, dat is een iconisch beeld van de finish, dan komt hij met zijn knie los van zijn fiets en dan wijst hij naar zijn knie. Ja, ja, dat is een van die beelden die iconisch is uit Roubaix die dan blijft hangen. Ik had het net over Fausto Coppi en Serge Coppi die dan in 1949 won. Fausto heeft inderdaad niet gewonnen, is wel 2 keer tweede geworden, waaronder in 1952. En het tragische verhaal is dat zijn broer in 1951 overleed na een val in een koers in Italië. En hij stierf toen in de handen van zijn broer, van Fausto, dezelfde dag. Nou zie je dat hij, ik ken het verhaal niet, maar daar ga ik zeker een keer op duikelen. Een jaar daarna, of een half jaar daarna, rijdt Coppi dus Roubaix. En hij weet dat dat de grootste koers is die zijn broer heeft gewonnen. Probeert hem natuurlijk te winnen, als een kampioen dat hij is. Maar dan wordt hij op de streep geklopt door Rick van Steenbergen. Ik kan me niet voorstellen dat hij daar heel gelukkig is geweest die dag. Nee, zeker niet op de streep. Rick dat gebeurt wel geregeld. Hè? Dat, want de Roubaix eindigt op de wielerbaan. Ja. 2 rondes. 1 anderhalf. Ronde. Anderhalf, ja. Anderhalf. Je draait tegenover de finish, draai erop. Dan een half rondje en dan nog een hele. Dus het is ongeveer 600 meter wielerbaan. De mooiste zijn. Wat vind jij de mooiste manier van winnen? Als je dan daarna kijkt. Of zo. Of met een. Dat je echt bent ontsnapt, zeg maar. En zo de koers. Nee, er is. De allermooiste manier is solo met de voorsprong. Daar kan niks aan tippen. Want een sprint winnen, oké, dat snap ik wel. Maar alleen winnen, dan ben je. Een heerser, er is geen duidelijker toonbeeld van overmacht dan solo winnen, zoals Mathieu van der Poel vorige week deed. En Eddy Merckx ook heel vaak deed met 8 minuten voorsprong of iets in die duidelijk in die de beste richting. Zijn. Ja, duidelijk de beste zijn. Moet denken aan, als ik vandaag een voorspelling moet doen, dan het kan natuurlijk. Je kunt er natuurlijk naast zitten, maar als je aan de overwinning van Mathieu van der Poel denkt, dan moet je eigenlijk raden hoe die gaat winnen. Op welke manier. Of hoe die gaat verliezen. Want als hij niet wint, wat natuurlijk makkelijk kan, maar dan is daar wel een goede reden voor. Bijvoorbeeld dat hij de bocht uitvliegt net voor het Bos van Valers. Precies. Of moet wachten voor een trein. Ja, voor het dat zou ook nog mooi zijn, ja. Ik heb nog één anekdote. En dan gaan we een liedje draaien wat erbij hoort. Wat uiteraard door een Belgische singer-songwriter is geschreven over Parijs-Roubaix, de koers waar we vandaag naar gaan kijken. Dit verhaal gaat niet over
Gaat niet over Koppie, gaat niet over Tom Bonen die een 4 keer won. Gaat ook niet over Matthew Heyman die Tom Bonen klopte. En uiteindelijk heel Australië in vuur en vlam zette. Ook niet over een andere Nederlandse winnaar zoals Servaas, Knaven, Nicky Terpstra of Dylan van Balen. Maar dit is gewoon heel simpel onze knipoog naar Wikipedia. Want eigenlijk een nobele onbekende won in 1989 voor de ploeg van Peter Post. Ook een Nederlander die hem zelf ooit won. Maar die is ook vandaag jarig. Dus ja, beter kan het eigenlijk niet. Jean-Marie Wampert, want ik denk dat het een Waal is. Dus dan Wampers spreek je uit als Wampert. Won in 1989. Op zijn verjaardag dus? Nee, dat niet. Oh. Nee. Twee dagen na zijn verjaardag, want de datum verschoof. Maar die viert vandaag denk ik wel. Dat is wel grappig. Ja. 35 jaar geleden dat hij zijn kei won, mee naar huis neemt. Die Dirk de Wolf versloeg. En daar uiteindelijk de kassei omhoog tilde. Dus gefeliciteerd aan Jean-Marie Wampers. Hij heeft toen, ik weet niet of het regende of droog was. Maar als het droog was, heeft hij ongetwijfeld stof en steen verplaatst. En dat is meteen ook. Maar ik weet de naam van de artiest. Ja, dat is wel grappig. Dat is Servaas. Servaas, ja, precies. Dat is wel. Van Servaasje Knaven. Yeah. Ja, ja, zeker. Die, dat is alweer 2001 volgens mij. Oh. Weet ik zelf nog, denk ik. Ja, ja. Ja, precies. De klassieker. We gaan ervan genieten vandaag. Dit is Servaas. Stof en steen bestaat. De oorlog in bos gaat op leven en dood. Staan. Dat drijft een mens om tot het uiterste te gaan. Man tegen man, met open vizier, ze verwijten je niets. Als je strijdend ten onder gaat, blijkt dat zowel de hemel als de hel uit stof en steen bestaat. Is het zuur uit mijn benen en het zout van mijn huid weggespoeld? Zal ik dan op die plek staan waar een renner de pijn niet meer voelt? Ze verwijten je niets als je strijdend ten onder gaat. Ik weet dat zowel de hemel
als de hel uit stof en steen bestaat. Servaas met stof en steen. En van stof en steen naar gras is maar een stap. Ja, is maar één stap voor de mensheid natuurlijk, hè? Oh nee, voor de mens. Voor de mensheid een heel grote. Ah, fijn, we gaan naar het voetbal toe. En je hoort het al aan koning voetbal. Dat kan maar één ding betekenen. Dat is tijd voor de koning voetbal van Moegestel. Welkom Hans. Welkom Hans Brouwer. Dankjewel. Jouw logo prijkt op je borst. En dat kan er maar één zijn. Dat is die van Audacia. Natuurlijk. Jouw trots. Natuurlijk. Ja. Zonder is geen Audacia, is geen voetbal gezien. Precies. Het is weer even... Kom een beetje dichter bij de microfoon, Hans. En praat eens even bij hoe het ermee staat met Audacia 1. Ja, dat is makkelijk en moeilijk. We moeten nog 6 wedstrijden. Oké. Okay. En wij beginnen vandaag tegen LSV. Dat is Lennensheuvel, toch? Dat is Lennensheuvel. En dan krijgen we... Ja, ik heb het zo'n beetje opgeschreven, want anders moet ik het ook allemaal... Ja. Door de rook van Bokstel, is het dan uit of thuis? Thuis. Thuis, oké. Ja. En we krijgen 3 wedstrijden thuis en 3 wedstrijden uit. Ja. Maar, om en om, hè. We draaien thuis. Volgende week uit tegen Bokstel. Die kunnen winnen, dan zijn we een heel eindje. Ja, okay. Dan kunnen we onderhand de platte kaart bestellen. Ja, dat kunnen we, Dan zullen we het maar nog niet te veel over hebben. Maar... Dan bellen we naar de brouwer. Naar de brouwerij bedoel ik dan, hè? Want dan moet er echt daar ingeslagen worden. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Oké. En dan krijgen we een periode van, daar willen we stil liggen van 2 of 3 weken. Interland voetbal natuurlijk. Met interland voetbal. Ja. En dan krijgen we nog 3 wedstrijden. Oké, en dan wordt het echt beslist. Wat Wat is de voorsprong nog van Audacia? 1 punt. 1 punt? Oké, ja, dat is zeker wel... En ze willen allemaal tegen de bovenste winnen. Dat is altijd. Ja. Dus we moeten elke wedstrijd ons zeggen, volledig inzetten voor elke wedstrijd. Ja. Dus moet natuurlijk elke voetballer en elke wedstrijd moet er gebeuren. Ja. Maar wij moeten heel alert aanwezig zijn. Ja, en dat de jongens het weten, hè? Dat ligt op het veld. Dat ligt aan mij, want ik pak zo bij de armen dat het bloed eruit spat als ze niet opletten. Doe je dan een speech van tevoren, Hans? Nee, dat doe ik. Ja, als het heel hard nodig is. Ja, oké. Als het heel hard nodig is, dan doe ik dat wel. Ja. Maar dan laat de rest van de bezorging en de bespreking, dat laat ik over aan mijn trainer. Die dat heel goed doet op dit moment. Erik natuurlijk, hè? Erik, dat is geweldig. Gisteren trainer. Ja, wij zitten nou met de staf in bespreking. Ja. Bij de firma Swinkels, de firma. Ja. Die alle dingen zijn alle verzorgd wat betreft schoonmaken van stallen en zoiets dergelijks. Oh ja, die Swinkels, daar zijn wij als staf en zo uitgenodigd om daar eens eventjes... Even komen te bespreken hoe het allemaal in elkaar zit met Audacia. Oh, heel goed, ja. Dat vinden wij natuurlijk ook geweldig leuk dat we daar aanwezig mogen zijn. Ja, absoluut. Dat is bij Jantje en bij Nicole natuurlijk. Maar, want die hebben een nieuwe keuken gekocht. En die nieuwe keuken moet ingewijd worden, denk ik. Nieuwe keuken? Nou, gefeliciteerd Jan en Nicole. Dat had flink koken vandaag. Ja. Dat denk ik ook. Maar dat is natuurlijk niet het voornaamste. Het voornaamste gaat erover uit dat we vandaag moeten voetballen. En tegen LFV, tegen Bokselaan daar. Ja. En wij willen die wedstrijd per se winnen. En een mooie wedstrijd van maken. En dat we met deze weer toch zeker heel veel supporters willen aantrekken. En tot aanwezig te mogen zijn. Ja, want dat is heel voornaam natuurlijk. Dat is heel belangrijk. En zeker onze nieuwe velden te komen kijken. Want er is elke week iets nieuws aan. Liet dan dit bij. Weer, dan dat weer, dan is er daar weer. Ja, het is echt prachtig. Het is prachtig om te zien allemaal. Ja, maakt de club ook... Het doet iets voor Moegestel ook, hè? Ja, daar ben ik mee eens. Want als we dan op die andere plaatsen komen kijken waar wij ook moeten voetballen... Okay. Dan is het treurig hoe het er allemaal uitziet. Ja. Ja, ik noem dus, geen namen natuurlijk. Maar je bent trots op... Ik ben trots op Audacia, maar daar ben ik al achter van 1948 af. Dat ik trots ben op precies. Audacia. 76 jaar lang. De mooiste vereniging
van voetbalminnend Brabant en omstreken. Ja. Nou, supermooi. 2:30 denk ik de wedstrijd. 2:30 aanwezig allemaal. Op de Molenstraat. En dan zorg ik dat de wagen op tijd aanwezig is, en anders moet er met de fiets komen. Precies. Want ze zijn nog niet mee de weg bezig, maar dat scheelt weinig. Je moet sowieso, ja. Mee de fiets komen. Ja. Je kunt een pilsje vatten. Dat is ook wel belangrijk. Yeah. Ja, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het puur over de sport, hè. Oh, we hebben het over sport. De derde helft waar jij over spreekt. Ja. Vinden we ook niet bij voetballen. Nee. Vinden we ook niet belangrijk, hoor. Vinden we ook niet belangrijk. Maar toch wel even noemen, toch? Dat kan wel. Belangrijk. Ja. Ik heb het nou over weerrennen één keer. Ja. Maar er was maar één weerrenner die in de vorige wedstrijd op... onder de wedstrijd nog zelfs een flesje bier dronk. En er was niemand anders als Jan Jansen. Ja, precies, ja. Die dronk zijn flesje bier nog voor de wedstrijd. Er waren andere tijden, ja. Er waren andere tijden. Ze moesten nog met een bandje op de rug rijden. Dat zijn zeker andere tijden. Ja, Jan Jansen, dat heeft nooit Roubaix gewonnen. Maar zeker wel... zeker wel de Tour, of dat op een pilsje is gebeurd, dat weet ik niet. Ja, de Tour, dat weet ik niet. Knagend op de glucose, dat wel, Jantje Jansen. Ja, je hebt helemaal gelijk, Hans. Sport, daar gaat het om. Daar gaat het vanmiddag om. En Feyenoord Ajax kunnen later terugkijken. Gewoon lekker live voetbal gaan kijken op de Molenstraat om 2:30. Audacia tegen LSV. We gaan de voorsprong van 1 punt met hand en tand verdedigen. En half mei... is het rijdt er een platte kar nog niet zo vlug. Jawel, vertrouwen. Ik ga het op de supporters die ons over de lijn heen willen trekken. En zo moet het gebeuren. Het is wel belangrijk. Ja, wij moeten daar een eenheid in horen. In Moergestel, Audacia, daar moet het zijn. Hoor je daar goed? Duidelijk. Komt allen naar Audacia kijken. Hoe heet het daar dan? De Watermolenstraat. De Watermolenstraat? De Waterhoefstraat? De Waterhoefstraat. Nee, Molenstraat nummer 1, was het daar? Nummer 2 of nummer 3, maar ja, bij die voetbalvelden. Ja, ik zie het wel van ergens al liggen. Heel veel succes, Hans. En we houden fingers crossed voor een goed resultaat. En zijn we volgende week zo op het jaar bestaan? Of op het jaar zijn jullie... Wij? Of is dat zomaar een open dag? Oh, met MTV. Ja. We hebben niet per se een jubileum, nee. We hebben een open dag ook om de studio te openen waar we nu in zitten. Dus daar gaan we gewoon weer op tijd aanwezig zijn. Zeker weten. Bent welkom. Ja. Dus, dan zullen we het over die belangrijke wedstrijd hebben. Maar elke wedstrijd is belangrijk. Ja, zeker. Maar eerst ik zeg het ook tegen mijn jongens. Jongens, doet het best. En maak er een leuke wedstrijd van. Dat heb ik gelukkig aan mijn wezen mogen zijn. Dankjewel. Daar heb ik mee even gezegd. Hatsé. Goedemorgen. Oh Marie. In your arms. I'm longing to be. Baby. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me. Hey Marie. Oh Marie. In your arms I'm longing to be. Oh baby. Tell me you love me. Hey Marie. Hey Sammy, come here boy. Where Marie? Cuando's on her. She be so pretty. Farmer to me. Oh no, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Oh no, no, bracciata. Quando zona. She be so pretty. Ha 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 ha. Farmer to me. Way money. We'll be right back.
Omarie. Maar niet die we kennen. Hey Lau. Omarie, maar is niet van André Hazes. Dat ken ik maar uit de kroeg. Ja. Omarie. Ja, nee, van het kroeg. Ja, nee, ja, tuurlijk. Ja, was deze. Ja, sorry. Ik ben even... Oh. Wat doe je allemaal? Deze. Ja. Dat was dan, weet het, Buona Serra en verderop zie je dit. Deze. Ja, precies. En daarmee moesten we even een duitend zakje doen. Welke artiest heb je dan gedraaid? Louis Prima was dat. Oh, helemaal prima. Ja, die heb ik van jou gekregen. Want daarmee doen wij een duitend zakje, want we proberen behouders alle artiesten één keer te draaien in het jaar. Dus geen twee keer. Ook André Hazes liedjes te zoeken. Ja. Hè? De originele. Dat is ergens wel grappig. En dat is meer prongelijk ontstaan. Hé, hey, Laura, 7 april 2000. Jij weet het nog goed. Dat moet de KNVB-finaal zijn. André Hazes weigert een Edison in ontvangst te nemen. Ja, dat weet ik. Ja, dat is inderdaad. Dat heb ik gelezen. Ja. Ik heb het allemaal... Ja. Dat is toch onvoorstelbaar. Ja. Nee, we gaan verder de Wikipedia een beetje laten voor wat het is. Want anders krijg je toch... Eddie Merckx wint Amstel Gold Race. Eddie Merckx wint dit. Bayern München kampioen. Lancering van de Mars Odyssey. En lekker. Die, ja, precies. Dat is voor Roel, hè? Aardbeving, ja. Enkeltje Mars. Aardbeving hier. Tsunamietje daar. Hè, vulkaantje hier. En uiteindelijk willen wij gewoon lekker afronden. Want wat hebben we vandaag voor een dag? Gewoon een heerlijk lekkere zondag. Een zonnetje, 20 graden. De eerste 20 graden zondag van het jaar. Flink veel sport aan spelen. Je kunt naar de Bogaert voor muziektheater. Enkeltje Brood. Mars. Ja. 12:50 kaart aan de deur verkrijgbaar. 2:30 begint het voorprogramma. Ja, moet even. Ik heb een kriebel in mijn keel. En om 2:30 vindt eveneens plaats hier op het sportveld aan de Modestraat. Audacia tegen LSV. Belangrijke wedstrijd. Nog 6 wedstrijden te gaan zoals we net hebben gehoord. Ja. En 1 puntje voorsprong is niet dik. En ik weet zeker dat daar niemand durft te praten over platte kar. Nee, je hoorde het net aan Hans. Hè? Maar... Hij vervloekte mij bijna omdat ik met heel veel bravoure zei, dat komt dan goed. Ja, dat is heel gevoelig. Dus het bijgeloof ligt al op de loer. Ja. Maar zoals Hans al aangaf, vorige week is het winnen van Bokstel en dan... Ja, is het nog steeds moeilijk? Vertrouwen, daar begint het mee. En er komt in deze reeks van 6 komt er nog een keer de toppen tussen de 2 en de 3. Daar kijkt Audacia Rijkhalzen naar uit. Oh, de punten, ja, de gratis puntenwedstrijd eigenlijk. Ja, in principe. Dan moet je dus wel hopen dat 3 wint. Ja, ja. Oké. 6 puntenwedstrijd inderdaad. Zo zondag wordt het. Ja. Dan kun je ook nog lekker wielrennen kijken. We hebben die verhalen allemaal gehad. Er is een garage sale gaande in de Krijtstraat in de Prinsessenbuurt. Daar kun je van allerlei dingetjes kopen. En, hebben dingetjes. Ja, dat is toch gewoon leuk. En dan verdienen waarschijnlijk de kinderen een zakcent. Kun je dan een garage kopen? Nou, ik denk wel een autootje voor in de garage. Oh, dus dat is wel leuk. Een speelgoedautootje. Maar dat is hartstikke leuk. Daar zitten mensen ook lekker buiten in het zonnetje. Met een glaasje limonade. En wij sluiten hier af. Dat doen we altijd met Basje en Adriaan. Een klein plaatje nog misschien. Ja. Ik heb nog een leuk liedje. Oh, we sluiten gewoon lekker even met muziek af. Ik moet nog even een duitend zakje doen. Wat dan? Ik moet weer van een periode van een bepaalde artiest af. En dat doe ik dan wel eens in de radio-uitzending. Dan draai ik hem en dan ben ik er vanaf. Ik heb heel veel geluisterd de laatste tijd. Dus ja, dat ga ik dus nou doen. In België heb je nou op de VRT heb je Liefde voor Muziek. Oh, daar heeft onze grote vriend Toerist. De beste zangers van België. Ja, beste zangers van België is dat. Daar heeft onze vriend Toerist een goed nummer opgenomen. Ja. Dat is echt geweldig. Ja. Maar... Je mag hem maar één keer draaien. Nee, ja. En die ga ik dus niet draaien. Nee, want je hebt hem al... Ja, precies. Want er is een betere artiest die daar meedoet. En dat zijn de meiden van K3. Dat zie je hem al denken. Die coveren een liedje van Reggie. De DJ, bekendste DJ van België. En zomerlijf draai ik even. En dan sluit het toch lekker af. Uiteindelijk merk je zeker bij tv-makers dat de creativiteit op een gegeven moment toch ook echt op is. Hè? Maar muziek scoort altijd. Ja, sowieso. Laten we lekker naar gaan luisteren. En dan kijk ik hier verder. Het is nog 236 kilometer. Er is nog geen kopgroep weg. Maar... Ze doen wel verwoede pogingen. Oei. Ja. Nou, ik zie jou... Wij zijn er pas laat weer, hè? Eind mei, denk ik pas. Ik denk dat mensen wel even lekker blij zijn als ze van ons af zijn. Van de gezeur. Ja, van de gezeur. K3, Zomerlife en Ace, hè? Arrivederci. Arrivederci.
Ik blijf op pink
what you wish.